Vertel eens, hoe is het allemaal gekomen? Ja, mijn moeder hoorde het op tv bij RTL 4. En toen, nou ja, dat WhatsAppte ze naar mij. En ik dacht, ja, het is leuk om te proberen. Dus ik had niet verwacht dat het zo succesvol zou zijn. En ja, het is eigenlijk een beetje last minute daar een kaartje gekocht. En ja, toen daar gelopen en langs de agenten gegaan. Ik ben nu 15 jaar, ja. Ik ben nu 1,73. Ja. Maar ik heb een grote schoenmaat en dat is verteld dat, dan, dat je dan nog veel groeit. Oké. Okay. Dus dat scheelt. Hé, ja, je bent 15 jaar en nu al met dit soort modellenwerk bezig. Voel je je wel oud genoeg daarvoor? Ja, het is heel erg. Het is natuurlijk een hele grote wereld, moeilijke wereld, zeg maar, heel druk. Dus dit is nu allemaal in 2 dagen gebeurd. Dus het is echt. Ja, het is wel. Maar goed, je ziet wel meerdere jonge modellen. Dus nou, het is goed om jong te beginnen. Al is het altijd zo. En word je goed begeleid? Ja, ja. Mijn vader en moeder die kijken er goed op toe. En wat zou je ook eventueel naar de HAVO door willen studeren? Ja, nou ja, zeg maar, na mijn eindexamen is natuurlijk wel de jaren die echt het belangrijkst zijn, waar je het meest uit moet halen. Dus dat moet je wel echt, als je goede contracten opstelt met je bureaus, is het wel belangrijk. Dus of ja, en daarna wil ik wel graag. Ik bedoel, studie is wel belangrijk. Ja, dus. Dat zou altijd later, zou je dat nog weer een keer op kunnen pikken. Ja, precies. Ja. Heb je ook voorbeelden waarvan je zegt van, nou, dat zijn echt vrouwen, zo zou ik het ook willen doen? Ja, Duitse Kroes van Nederland natuurlijk. Dat is wel echt, ja, en voor de rest Kate Moss. Want omdat ik natuurlijk klein ben, zeg maar standaard klein. En zij was 1,68 uit mijn hoofd. Dus dat zij zo ver heeft geschopt is wel echt heel gaaf. Ja, over een aantal jaren dan wil je niet meer met ons praten. Nou, goed, ja. Of zul je altijd wel een 5 minuutjes voor RTV Amstelveen houden? Amstelveen natuurlijk, dat is mijn woonplaats, dus dat is wel, ja. Ja.